Hallo, lieve vriend. Mag de vrede van onze Heer Jezus Christus met je zijn? Ik heb van jou gewild, blijf onhullend en gebed. En vele mensen feilen dort. Ik heb dort zo lang gefeilt, dat mijn gebed niet wie ging. Was war mijn gebed einfach nur steigt. Een gebed. Der hat so ja viel um Mensch. So ja viel, der dort um Mensch. Römer, Kapitel 12, Vers 12, dort sag ich, sieg froh, ein jüne Hupni, geduldig wollen die Lieden, unhüllend am Gebet. All unhüllend am Gebet. Sieg froh, ein jüne Hupni, weil ich wirklich Jesus Christus ungenommen habe, aus Generator. En je hebt verloren met een Yes Gottes. Maar je den Yes Gottes hand, die wordt je leven omändern. En de Yes Gottes hoop ons beden. Wie brengen ons niet handknijden te beden? Vele geloven aan je matzig handknijden te beden. Du kost het, dat is fijn, maar je dat deed. Maar beden kon een mens ernst worden. Bede kost du, wenn du fahre des. Bede kost du, wenn du gohne des. Bede kost du, wenn du Football spiele des. Oder wenn du schaufe des. Und einmal du des, wie einmal du bist, du kost bede. Du kost bede, to Gott, wie einmal du bist. Du brauchst du nicht bis an die Tür, ab die neue Leben bis dankreich, in dem Moment, wie sie alle einmal bede. In Philippa, Kapitel 3, Kapitel 4, Vers 6, dort sag ich, Sorg jün am nisch, lug Gott mit Beten und Prachen und Dankschein sein, alles weiten, wat jün fehlt. Und sorg jün für nisch. Viele Menschen sagen, sei ja, wenn die erst Jesus Christus haben angenommen, dann kommen dort Tide, wie ein Mensch zweifelt dort und merkt sich, sorry, was wird der Mensch über mich denken, wenn ich Jesus habe angenommen? Du merkst sich viele Sorgen und dürfen nicht, Gott sind wir alle, du durch. In 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 16 und 17, dort sage ich, sieg immer froh. Sieg immer froh. Einzig froh, wenn er Jesus Christus angenommen hat. Jesus hat mir alles vergeben. Ah, Vergebung, die ich rede. Einzig froh.
Uit die vrouw wordt God je donen haf. Wat God Jezus Christus haf bloed om kriets neulen, vermine ze. Door hij nu kon vrie zijn en vrouw zijn, kon God loven en prijzen doen voor de 17e vers zegt, houd on met beden. Houd on. Blijf in onhouden met beden. Wie zal alle niet abhieren met beden? Wie zal alle met beden? Blijf in onhouden met beden. Wie zal alle voor een andere beden? Omdat dat wie ons zijn abbuien, dat wie een oren kunnen helpen en je beden, wanneer er weer verbonden is met zaken. Wie zal er met hem gaan? Hem helpen? De 18e vers zegt, Ziet in alle leeuwen dankbaar wees God dat aan Christus Jezus van jund verlangt. De 19e vers zegt, En je dreigt dem Jezus niet. Wanneer Jezus God is in ons niet is, dan verziekt hij met onze enige kracht te beden. En dan wie beden iemand waar we vielleicht uitwendig geleerd hebben. Dat gebed, waar we uitwendig leren, dat is fijn. Maar wie maar dan denken wat dat is, wat dat meint. Maar wie te God zeggen, verjaag mij, zo is ik de nächsten vergeven. Maar wie de nächsten über niet vergeven, God wordt ons ook niet vergeven. Maar wanneer we worden onhouden blijven met beden, God wordt vele dingen in ons leven doen. God wil dat we onhouden blijven in de bed. En we zien een Gottes zegen. Een schöner Abend.